Hallo allemaal, mijn naam is DJ Vluvy vs. Joe en dit is alweer deel, even kijken, volgens mij is het al deel 6 of deel 5, het is deel 5. Dit is alweer deel 5, yes. En in ons vorige gedeelte, of vorige aflevering, waar we begonnen aan de smeltery, het ding ziet er niet uit nu. En ik heb toen gezegd dat ik... tussen de vorige aflevering en deze gravel en zand ging maken. En wat ik heb gedaan, is je kan namelijk met je rechter muisknop op dat ding klikken. En dan kan je hem op high zetten. En dan staat die terrain smasher staat dan uit. En dan kan je, dan heb ik hier een gaatje gemaakt en een sign opgehangen. En dan kan je dus hier met een hamer gaan staan. En dan kan je hier dus gravel eruit halen, terwijl dat ding niet aanstaat. En zo heb ik dus gravel gehakt. En ik heb een stack gravel gehakt en een stack zand. En ik heb het allemaal al hierin gegooid. Toen heb ik nog 16 dust gemaakt. En ja, ik ben al begonnen met het maken van grout. Ik dacht van, nou ja, daar zijn we wel eens bezig. Maar goed, dust. 1, 2, 3. Oh, 2 en 3. 1, 2, 3. Zo. Nou, dit hierin. Dan krijgen we hier weer grout uit. Dat kan weer daarin. En dit is eigenlijk wel beter, want nou wordt de smelter iets groter dan, de kleinste maat. Dus ik hoop om twee verdiepingen te maken. Of twee, ja, gewoon twee hoog. En de bodem niet meegeteld, hè. Dus hij wordt in totaal 3 hoog. Maar ja, de bodem heb ik in de grond gegooid. Dus hij wordt eigenlijk 2 hoog. Hij is te, ja. Als blok is hij 3 hoog. Maar omdat we al... Kijk, omdat de vloer gelijk ligt met de vloer waar we op lopen, wordt hij maar 2 hoog. Oh, wat lastig om uit te leggen. Nou, goed. 1, 2, 3. En dit is de ene laatste keer. 1, 2, 3. Waarom zet ik die dingen niet gewoon dichterbij? Ik weet het ook niet. Nou, deze erin. Nee. Oh, dit is grout. Oh, ik snap hem. Deze erin. En nog één glas bottle. En de laatste dust. Dat wordt klei. Die gaat in het midden. En dan 8 grout. Even kijken, we hebben al een tank, we hebben eigenlijk alleen maar blokken nodig. Deze mag er weer uit. En deze wil ik eigenlijk op de hoek hebben. Ik weet niet waarom, ik vind het altijd netter om een controller op de hoek te hebben. En dan gewone blokken. Dat zijn er 6. Dat is om te beginnen goed. Die doen we zo, die doen we zo. De hoeken hoeven niet. Alleen de randen wel. Oh, en deze kan trouwens wel weer hier. Nou, nog 1. Kom op. Dankjewel. Had dat eigenlijk niet uitgemaakt. Het is maar 1 blok. Zo, dit ding moeten we vullen met lava. En daar heb ik ook een idee voor. Misschien dat we gewoon even een extra furnace moeten gaan bouwen. Weet je wat? Ik maak 2 extra furnaces.
En aangezien we nu genoeg cobblestone hebben, kunnen we gewoon normale furnaces maken. Nou, dit is eigenlijk wel een mooie plek voor een furnace. Ik begin weer honger te krijgen. Twee in hier en de helft. Oh, dat ging fout. Twee in hier en de helft. En het is alweer nacht. Nou, tijd voor een slaapie. You can only sleep at night. En wortels. Het is altijd slim als je wortels ziet om ze gelijk te harvesten, want dan kunnen er weer nieuwe groeien. Dat heeft gewoon als voordeel dat je gewoon meer wortels krijgt uiteindelijk. Eén, twee. Nou, zijn er bijna. Ik weet niet wat hieruit komt. Verdien wel lekker XP. Zoals je ziet. Even kijken, als ik hier een blok zet en hier een blok, dan hebben we al een mini smelterie. Maar ja, het is zo'n mini. Ik kan wel vast wat dingen voor maken. Volgens mij hebben we daar koper voor nodig. En tin. Ik heb nog een hamer. Even kijken, 12, dus dat is 4 koper. 3 koper, sorry. Kan weer niet rekenen. Even kijken, en hier hebben we nog 3, 6, 9 bricks. Nou, nog 3. En ik weet dat je kan charcoal maken. Maar uiteindelijk komen we op een punt dat we gewoon echt genoeg kool hebben. En ja, weet je, dat is ook weer een teken voor mij dat als het hout op is, dat ik gewoon weer hout moet gaan hakken. Goed. Nou, laat ik toch maar beginnen met een faucet. Oh, hier ligt dat ding. En deze. Goed, ja, ik moet nou een cast maken, een ingot cast. En dat, daar hebben we 2 gouden ingots voor nodig, voor 1 cast. Cast. Om mij nog een cast. En volgens mij is dit genoeg voor 1 zo'n ding. En we hebben een ingot nodig. Dus hup, 2 goud erin.
En een casting table eronder. Wortels. En nou moet daar lava in komen. Hier met mijn wortels. Even kijken, die haal ik eruit, die doe ik hierin. Goed, ik heb nou niet zo heel erg meer grout in seared bricks nodig. Maar het is wel mooi dat ik het alvast heb. Hebben we nog hout? We hebben zat hout. Nou, dit mag hierin. En ik vraag me ook af hoeveel lood ik heb. Drie lead ore en 11 broken lead ore. Of 3 dust. Nou, misschien kunnen we er 4 lood uithalen. We hadden wel geluk met de gravel. En ja hoor. Of 3. 3 lood. Ik vind het mooi. Maar ze kan er gewoon hierin. Goed. Koper. Heb ik nog meer koper? Nee. Dat is allemaal koper voor nu. Nou, misschien is een crafting table daarbij ook wel een idee. Gewoon lekker overal crafting tables neerzetten. Oké, 2 koper en lood en dan hebben we 6 fluiducts. Ik hoop dat dit genoeg is. Oh, niet in het water vallen. 1, 2, 3, 4. Nou, we houden er nog 2 over. Oké. En nou hebben we een crescent hammer nodig. En die maken we met 3 iron en 1 tin. Ik heb 1 tin. En ik denk dat ik wel aan 3 iron kan komen. Oh jongens. Nou, sowieso 6 iron. Is wel een voordeel van het spul. Het is een gravel, dus het valt naar beneden. Hey, ik heb er nou 7. Dus we hebben al 1 oor erbij. Of 1 ingot erbij. En nu zitten we op 8. Oh ja, die hoeft er weer niet kapot te maken. Wat ik nodig heb is 3 iron. Deze, 1, 2, 3. En 1 tin, hè. En de laatste.
Oké, en dan pak ik nog een plank hieruit. Daar maken we sticks van en daar maken we weer een lever van. Want het is redstone zonder redstone, dat is echt zo handig. En waar is mijn tin? Hier is mijn tin. Oké. En dan kan je misschien zeggen zonde. Nee hoor, deze tool is gewoon super handig. Dus ik rechtsklik met die tool op dat ding. Dan krijgen we zo'n driehoekje. En als ik deze overhaal, dan pompt hij de lava hieruit. En zoals je daar ziet, gaat het in de cere tank. En als ik deze dan bijvul met cobblestone, dan wordt er langzaam weer lava daarin gepompt. Ondertussen is het goud al begonnen met smelten. Je kunt ijzer er wel even bij doen. Goud en ijzer mengt niet. Hoop ik. Nou, ik vind dat dit een hele productieve aflevering is. Oh, moet je kijken, het ziet eruit als zo'n lekker ijsje. Ik heb nou ineens trekjes naar ijsje. Ik weet niet waarom. Dat is eigenlijk wel een goed idee. Even wat kool maken. Dus, wat we ook moeten doen is een ingot hierop leggen. En het goud is bijna, ja, bijna klaar. En nou is het vloeibaar geworden. En dat zie je ook hier. En als ik dan rechtsklik, dan laten we het even drogen. En dan hebben we nu een ingotkast. Deze haal ik eruit. Doe ik deze er weer in. En ik heb nog twee gouden ingots. Dus dat is 1. En dat is 2. Goed, ik ga dit ook eventjes wat, ja, wat netter maken. En het interesseert me niet als er blokjes in de void vallen. Het is maar klei met een kleurtje. En ja, ik hecht er niet zoveel waarde aan. Kobbel. Oké, ik ga heel even in mijn bed liggen, want het is donker. En ja, de kans dat er een monster in mijn rug skelet schiet en ik val er dan af, kunnen we gewoon niet hebben. Dat is gewoon ook één van de tips: als je een bed hebt, gebruik hem. Nou, kan ik deze ook wel weg. Zo. Kijk nou eens. Nou. Hekjes. Voor het geval dat ik eraf ga. Ja, die lamp, die daar heb ik even geen plek voor. Oh, wat heb ik veel cobblestone in mijn inventory. Nou, hekjes. Deze kan eigenlijk wel weer aan, dus die zetten we op low. En sterker nog,
Als je een lever maakt, kan hem daarmee aan en uitzetten. Die lamp mag hier. Wortels. Het ijzer is klaar. En ik moet straks even kijken hoeveel tin ik kan maken. Hoeveel tin ik heb. Wat zit er nog in? Nog 3 ingots. Nog 2. En nog 1. Oké, 10 iron. Hoeveel tin heb ik? Even kijken, wat is tin? Ik heb geen idee waar de tin is. Hier is de tin. Daar heb ik er 4 van. Al in 11. Ja, tin wordt mijn volgende stap in de automatisering. Oké, dit ging niet helemaal goed. Deze er nog even terug. En volgens mij, als ik dit in de smeltrie gooi, komen er 6 blokken tin uit. Maar dat gaan we zo zien. Heb ik nog kobbel? Als ik deze vol hou, dan blijft er ook genoeg lava in zitten. En als mijn tin klaar is, dan kunnen we dat gaan automatiseren. Hoe mooi is dat? Kom op, Tin, opschieten. Zijn bijna aan het einde van de aflevering. Oh, spannend. Goed, ik stop die saplings wel even daarin. Is met Tin al klaar? Ja. Oh, wat ziet dat er lelijk uit. Oh, dat was het, hè? 6. Goed, crafting table. Nou, laten we beginnen met dit. En wat we hier kunnen doen is deze hier, die daar.
Ineens kan ik op zuigen zetten. En toen had ik geen kobbel. Oké, een lever. Die zetten we aan. Deze zetten we op zuigen. En dat werkt niet. Want ik was wat vergeten. Het moet aan de bovenkant erin. En niet aan de zijkant. En naast dat dat crescent hammer ding heel makkelijk is, is hij soms ook heel irritant. Oh ja, kijk, je ziet hem hier cobblestone af en toe weghalen. En dat zit nu hierin. En dit houdt in dat we nu automatisch lava maken. En dat is mooi. Want dat vult de smeltrie bij. Dus overal waar we de smeltrie voor nodig hebben, dat wordt gewoon lava. En wat wilde ik nog meer doen? Ik wilde hier nog één maken. Die gaat zo. En deze ging zo. Oh wacht, dat is... Ik doe het helemaal verkeerd. Dat wordt een fluiduct, want het gaat om vloeistof natuurlijk. Die eruit. Nou, dan hier een lever. Dus nou worden er, als ik wat in doe, worden er automatisch ingots van gemaakt. En datzelfde grapje doen we hier. Kan ik hier ook op staan? Ik ben zo kluns met kraften, hè. Zo, die mag ook aan. Dan. Deze twee. En dan mag die op. Even kijken hoor. Die mag op rood. En dan zetten we daarnaast een kist. Die we even snel maken. Zo, en nou zou dit automatisch moeten gaan. Even kijken of ik ores heb die ik erin kan gooien. Aluminium. Waar is mijn hamer? Daar is mijn hamer. Geen winst op de aluminium, dat is jammer. Aluminium, oh nu wel twee winst. Of twee dust extra. Dus dit doe ik er dan in. En zometeen is de aluminium klaar. Nou, dan maken we ook nog eventjes wat wortelsap.
En we gaan even de nacht doorhalen, want het is weer donker. Zo, nou nog eentje. En ik heb weer een volle foodbar. Het enige wat ik vergeten ben, is de, ja, de casting, hoe heet zoiets? Ingotcast. Die was ik vergeten. Nou, dit is bijna klaar. Dus dat wordt zo vloeistof, hoop ik. Vloeistof. En het wordt hierin gegooid. Hier uitgezogen. Kijk eens. 3 en 4. Automatisering, jongens. Het staat voor niks. Goed. Nou, we zijn alweer 31 minuten verder. Ja, willen jullie iets langere afleveringen? Laat het weten in de comments. En bedankt voor het kijken. Dag allemaal. Dag.